Je morgen deze morgen. Het is vandaag donderdag en ik ga een coronatest doen. En ik ga ook proberen om zoveel mogelijk dan niet uit huis te gaan, aangezien dat niet de bedoeling is als je een coronatest gaat doen. En ik merk wel, het is niet van, oh, echt, ik heb echt sikke keelpijn of weet ik veel wat. Maar er zijn ook gewoon mensen die het helemaal niet voelen als ze corona hebben. Dus ja, let's go. En ik heb trouwens vandaag weer zo'n outfit aan waarvan ik denk van, kut, daar wil ik een andere keer aan. Echt super stom. Ik heb namelijk dit lekkere truitje aan, Louis-riempje, witte broek en bijpassende wedgies. Maar ik ga eigenlijk helemaal niks speciaals doen, dus ik wil dit liever aan als ik iets leuks ga doen. Want ik vind het zo cute. Maar goed. En voor ontbijt nog eventjes lekker een lactosevrije kwarkje met mango en appel. Yum yum. Ik zit in de auto onderweg naar Helmond voor de coronatest. En ik zal heel eventjes een random feitje over mezelf met jullie delen. Want daar dacht ik net even aan. Ik ging namelijk tanden poetsen. En iets waar ik echt heel veel moeite mee heb is tanden poetsen. Ik vind het niet, zeg maar, ik hou wel van een schone mond. Ik bedoel, dat is gewoon top. En ik wil ook heel graag tanden poetsen. Maar wanneer ik aan het tanden poetsen ben, heb ik heel erg moeite met niet overgeven. Omdat ik een soort van in mijn hoofd heb geprent van, nee, je moet de tandenpasta niet opeten. Dus dat mag niet in je keel komen. En wanneer dan een beetje tandenpasta achterkomt, dan denk ik meteen, huh. Dus ja, apart feitje over mij. Dus ik zit lekker in de auto nu. En ja, ik ben eigenlijk heel erg benieuwd. Jullie die zei net ook al tegen mij van, vind je het niet spannend of zo? Maar ik vind het eigenlijk niet echt spannend. Ik heb gewoon zoiets van, joh, heb je keelpijn? Heb je last van iets van die klachten? Doe het gewoon meteen. Want dat is wat de overheid toch van ons vraagt. Ik bedoel, we willen toch van die hele corona shit af. Dus ja, ik vind het wel belangrijk als ik gewoon meewerk met het systeem, zeg maar, op die manier. Dus ja, dat is eigenlijk vooral de reden dat ik het doe. En we zien wel, ook al kan het misschien heel naar zijn om zo'n ding zo ver in je, ja, even kut. Maar ja, is beter toch? Ik ben alleen vergeten om even wat te drinken. Dus als ze daar helemaal achter in mijn strot gaan, dan hebben ze misschien ook een beetje yoghurt erbij. Eeuw, gadver. Tranen zitten er nog op. Ik heb het niet gefilmd, want even uit respect voor die mensen, want die waren allemaal heel druk bezig. En om dan te zeggen, joh, ik moet even mijn camera neerzetten. Want ik moest ook eerst mijn mail laten zien en daarna dan nog mijn camera neerzetten, is een beetje lullig. Dus goed. Maar die mensen zijn echt ontzettend vriendelijk, moet ik zeggen. Echt niet normaal goed geholpen. Het is heel naar, moet ik zeggen. Maar als je helemaal rustig ontspant, dan valt het echt wel mee. Je moet gewoon rustig blijven en het maar laten gebeuren. En dan is het gewoon prima. Dus ja, ik ben benieuwd hoe eruit gaat komen. Ik hoop eigenlijk echt dat ik een beetje op tijd te horen krijg wat de uitslag is. Want ik moet morgen eigenlijk werken bij de uitslag. En ja, werken mag ik gewoon niet totdat ik weet of het positief of negatief is. Dus ik heb ook eventjes mijn baas een berichtje gestuurd, zodat hij weet hoe of wat. Maar misschien weten we het al tegen die tijd. En ik zou morgenavond ook naar de bioscoop gaan. Maar ik ben blij dat ik nog eventjes niks van tickets of zo heb besteld. Want ja, straks is het wel zo en dan kan ik niet gaan. Of we weten het nog helemaal niet. Ja, dan moeten we even kijken hoe dat gaat. Maar tot nu toe is het eventjes gewoon thuis blijven, denk ik. We zijn weer thuis. En ik ben een beetje moe op een of andere manier. Beetje lui misschien. Maar even kijken. Ik denk dat ik eventjes de vlog ga editen van gisteren. En die even online ga gooien. En dan eventjes kijken wat we gaan doen.
Want het is natuurlijk niet de bedoeling dat ik gezellig buiten ga lopen. Ja, ja. Oeh, hallo. 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 Het pakketje is binnen. Ja. Hier heb ik eigenlijk helemaal niet zo lang op hoeven wachten. Maar ik ga jullie dadelijk laten zien wat hierin zit. Eerst eventjes wat make-up opdoen. Yes, we gaan iets heel erg leuks doen. We gaan namelijk een pakketje openmaken. Yes. Ik heb hier een pakketje voor me en ik zal eerst eens even iets vertellen over het merk. Het merk is namelijk Kaya Sieraden. Kaya Sieraden is eigenlijk begonnen doordat een klein meisje tegen haar moeder zei dat ze matchende sieraden wou hebben met haar en haar moeder. Nou ja, dat kon die moeder toen op dat moment niet vinden. En toen is ze gewoon zelf dingen gaan ontwerpen. En basically, zo is het begonnen. En ze maken niet alleen sieraden voor moeder en dochter, maar ook gewoon persoonlijke sieraden voor heel veel mensen. Dus je kunt bijvoorbeeld iets wat iemand heeft opgeschreven laten graveren, of je kunt een vingerafdruk laten graveren of gewoon initialen. Het is echt heel uitgebreid en echt super leuk. Ik heb nu een armbandje ontvangen en ik ga jullie nu laten zien hoe dat eruit ziet. Kijk. Oh kijk, je krijgt er een poetsdoekje bij. Oh, en meteen een kortingskaartje van 5 euro. Echt super cute, kijk. Nou goed, eventjes openmaken. Ik ben heel benieuwd hoe het eruit ziet. Oh wauw. Kijk hoe mooi. Hij blinkt ook helemaal. Echt super mooi. Ik zal hem er even uithalen, dan kunnen jullie het zien. Wow, so cute. Het is echt heel lief. Kijk. De initialen van mijn gezin staan er eigenlijk in. Echt super mooi gemaakt. Het is ook allemaal echt handgemaakt. En sturen het gewoon persoonlijk naar je op. Echt super lief. Het is ook echt ontzettend gedetailleerd. Als je goed kijkt, ziet het er allemaal echt super netjes uit. En het is ook allemaal vrij betaalbaar. Dus het is echt voor iedereen super leuk. So cute! Wil jij nu ook zo'n super mooi gepersonaliseerd sieraad? Ga dan vooral eventjes een kijkje nemen op hun website. De link heb ik hieronder bij gezet. En ook op mijn Instagram is de link te vinden. En nog even een klein beeld. Oh, ik vind hem echt zo mooi. Hij blinkt ook helemaal. Echt zo cute. Nou, ik ga snel foto's maken om het op Instagram te zetten, want het is echt schattig. Happy me! Nou, we hebben echt hele leuke foto's gemaakt met sieraad. En ze komen straks waarschijnlijk al op Instagram, want ik ben echt super enthousiast. En nu... Oh, ik dacht dat het soepel ging. Nu ga ik de koelkast induiken, want ik heb honger. Nou, ik ben op zich best wel trots op mijn creatie. Dit is mijn lunch. Best wel fancy, hè? Wauw. Nou, ik voel me eigenlijk nog steeds niet echt lekker en de vlog is nou aan het uploaden, dus die is er bijna op. En dan ga ik daarna eventjes een theetje drinken. En we gaan vandaag spaghetti maken van de tomaatjes. Tomaatjes. Uit de tuin. Kijk, met je nagellak. En... ik ga eventjes helpen met ballen draaien. Hey. En veel mooie balletjes zijn geworden. Zo, hey. Talentvol. Lekker aan de kook. Lekker aan de kook. Dit is een oude bos bloemen. Deze heb ik voor mijn 20ste verjaardag gekregen van Gerald. En die heb ik laten drogen. En nou wil ik eigenlijk iets van knutselen. They say you got a friend in me. You got a friend in me. You got a friend in me. That's so cute. Hello, you're pretty. Wow.
Do you wanna go on the picture with me? Don't go away, please. Oké, ik heb een doosje gepakt en daar heb ik eigenlijk de bovenkant van afgesneden, zodat je alleen een bodempje hebt. En deze ga ik helemaal goud spuiten. En nu komt het moeilijkste van allemaal. Wacht totdat het droog is, want als er iets is wat ik niet kan en wat ik echt niet heb als ik iets aan het knutselen ben, is geduld. Dan wil ik gewoon heel graag door en heel graag afmaken, want ik zie het eindproduct al helemaal voor me. Dus ja, nu even wachten. Je van die sizzle zit nu op mijn nagel en ik zie dat het zilver is. Dus misschien wordt die uiteindelijk toch zilver, I guess. Ziet er ook nog eens lekker uit. Lekker eten. Yum, 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 yum. We hebben lekker spelletjes zitten spelen en ja, eigenlijk alleen dat. En daarna was ik natuurlijk op mijn Instagram filmpjes aan het kijken, like always. En nu heel eventjes rondje uitlaten. Hey puppy. Hey. En ik ben weer op Julie's kamer. Wij gaan waarschijnlijk Disney films kijken. Hashul. Disney films kijken. En zouten popcorn eten, want meer kon ik niet vinden helaas. Wijntje drinken en Julie heeft weer lijpe shizzle met, hoe heet die ding ook weer? Aardbeienklontjes. Ja. IJsklontjes van aardbeien gepureerd. Awesome. Klinkt echt lekker, hè? Ja, I love it. Proost. Nou, wij gaan lekker slapen. We hebben de film niet helemaal afgekeken, want het is gewoon super slecht. Nou, tot morgen. Bedankt voor het kijken. Doei!